mondkapje van net even anders. En ik zit te denken, ik had het met mijn begeleiders al over gehad. Maar ik weet niet of hoe mijn ouder, ik heb het niet over met mijn moeder over gehad. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Zoals jullie gezien hadden, heb ik gisteren een video opgenomen dat ik terug ben op YouTube. Ja, daar ben ik dan weer. Na een lange tijd ben ik weer terug. Ik heb een soort van time-out gehouden. En ik ben weer aan het doen, aan het vloggen. Het is in ieder geval prachtig weer. Zonnetje schijnt, lucht is blauw. Lekker bakje koffie heb ik erbij. En ik ga klaarmaken om dadelijk gesprek te houden met iemand. Een speleologie, zoiets, als ik goed uitspreek. Die wil weten hoe LVB in elkaar zit. Dus ik ga met diegene in een gesprek. Dus. En ik vind het de laatste tijd dat ik goed bezig ben met mijn huisje. En die weer frisse, fruitig, schoon uit. In ieder geval. En ik heb de laatste tijd zo lekker eigenlijk. Daar heb ik eigenlijk niet over gehad. Wierook aanstaan, omdat het ongelooflijk lekker, maar ik heb nu een wierook Errol Henry en ik ruik die amper, dus ik maak die in ieder geval wel op, omdat anders zonde. En ik zag wierook staan bij een supermarkt voor 10 euro en waar ik deze vandaan heb is voor 1,50 prijsverschil en denk van wauw, vraag me nog af hoe ik dat kon. Maar ik heb ook trouwens nog leuk nieuws, dat is ik heb een mondkapje, ik heb via mijn contactpersoon een logo van net even anders gevraagd om mondkapjes van te maken. Voor mensen die al gelijk vragen, maar kan je die ook voor mij bestellen, hoe en wat? Nee, dat doe ik niet. Dit is alleen bedoeld voor het team net even anders. Logisch natuurlijk, maar ja, het is wel logisch, want ons ga ik dingen even laten verkopen wat ik geld kan verdienen en hun niet. Ik moet wel op eerlijke manier natuurlijk. Dus ik ga binnenkort op maken. Mondkapje van net even anders. En ik zit te denken, ik had het met mijn geleiders al over gehad. Maar ik weet niet hoe mijn ouder, ik heb het niet over met mijn moeder over gehad. Maar dat is een tattoo laten zetten van net even anders. Ik weet het niet, ik zit daar zo aan te twijfelen. Mensen zeggen, denk er goed over na, dadelijk krijg je spijt van. Van de logo. Het is natuurlijk leuk wat je nu hebt gedaan, maar over een tijdje ben je het weer vergeten en het is weer niks meer. Ja, daar hebben ze misschien een punt, maar ik weet niet, ik denk dat ik toch naar anders toe kijk ervoor. Gewoon wat ik gedaan heb, meer. Wat ik beleefd heb. Daar gaat mij meer om, maar kijk, ik denk jullie zouden, nee, jullie zouden, ik snap jullie, jullie zouden het natuurlijk niet doen om een logo te doen. Of zo wel. Laat even weten in de reactie waarom wel. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Als jullie ook zo, al zouden jullie het wel willen doen, waarom voor de reden zou zijn. Interview heb ik gehad met iemand interview heb ik gehad, maar ineens ging mijn televisie ineens opnieuw. Tip, wil je geluid luisteren, druk dan op radioknop. Oké, oh, hij gaat door. Het zou wel, ineens, jullie zagen het. Maar oké, apart. Wat ik nu ga doen is lekker even net een video naar binnen gegooid. Zoals jullie video, dit is onze video van gisteren natuurlijk. En ik heb een leuke interview gehad. Misschien gaan jullie er nog terug zien, maar daar ga ik nog over hebben. Maar, want het is trouwens opgenomen. Sinds daardoor ben ik lekker wasje aan het draaien. Even eerlijk, want het moet ook even gebeuren. Want het was wel belangrijk. En ik heb trouwens iets geleerd. Want ik zat vlog van Don te kijken. Maar ik kan het zo meteen even uitleggen waarover ik kan vertellen. Ik heb dadelijk iets vertellen over de wasmachine. Waarom? Ik wist het totaal niet eigenlijk. En want het is ook belangrijk dat je juist wasmachine schoonmaakt. En waar, hoe, wat dan ook. Ik wist het totaal niet. Ik dacht, ho, dit heb ik helemaal niet geweten. En ik denk van, dat had mensen wel kunnen vertellen. Maar oké, dat gesproken te hebben. Ik heb pas geleden ook nog borden gekocht. Super mooie borden, zoals de grote borden en kleine borden en bordje, kleine mini bordjes voor taart of wat dan ook. Ze zijn super mooi. En wat ik juist nu heb geleerd,
heel veel schoonmaken, dat ik gelijk eigenlijk dacht, dezelfde dag, dat ik juist nu af ga wassen. Eigenlijk heb ik dat in principe nu niet helemaal gedaan, maar valt nog mee. Dus ik ga vandaag wel even snel afwassen. Nu is hij niet afwas en in 3, 2, 1 is het gedaan. Dus in 3, 2, 1. Zo, tada, aanrecht is gedaan. Heerlijk is dat hoor. Aanrecht gedaan te hebben met alle afwas. Dat nu allemaal opgeruimd is. En die jongen zit te mouwen. Waarom zit jij met de mouwen? Hey. Ja, ik heb tegen jou. Klaar hè? Maar ja. Ik heb even het tweede wasje gezet en een wasje opgevouwen. Maar ik zit nu over lekker de Eredivisie weer te kijken. En dat is dadelijk wat ik ga kijken. CSV Ajax. Wordt het dadelijk een leuke potje. Kijk er naar uit. En ik heb er zin in om die te kijken. Dus, en Ganya zit de hele tijd te mouwen, zoals jullie net hoorden ook al. Het begint ineens aardig donker te worden. Dus ik zet even lekker licht aan. Ajax heeft net gespeeld. Ik heb zitten kijken. En lekker op gemak. Gewoon 13-0 gewonnen van VVV. En dat is gewoon record geworden van de Eredivisie. Maar voor mensen die het niet voetbal interessant vinden, dus dat snap ik. En niet iedereen die niet van voetbal houden, dat heb je ook van mensen ervan. Zo, en dan maar ik heb even mijn handdoek gewassen. Zo, dat is ook weer gebeurd. Maar ga ik ze ook even ophangen natuurlijk. Zo. Moet ook allemaal gebeuren natuurlijk. Wat de taak niet echt leuk is, maar ja. Nou, ik heb even mijn handdoek opgehangen en de laatste tijd word ik de hele tijd getikt bij die deur. Maar is het voor getikt? En ik heb trouwens in het kort even alle foto's van net even anders allemaal hier opgehangen. Vanaf hierboven, daar eentje en dan daar eentje. Ongelooflijk leuke foto's en allemaal van de media. Van die bladen heb ik allemaal hier opgehangen. Zoals jullie zien. Vond ik veel mooier. Hier aan de zijkant. Maar ja, ik word de hele tijd. Ik word de hele tijd ergens getikt. Hier een heel klein mini tikje, maar staan komt geen flauw idee. Maar ja, ik ben benieuwd wat Twente gaan doen. Ze staan 1-0 voor in ieder geval. En ik ga dadelijk even zo meteen even klaarmaken om lekker te eten. Wat ga ik eten? Dat is ongelooflijk lekker. Dat is. Torganine. Deze. Ongelooflijk lekker. Dus die ga ik dadelijk even lekker eten. En dan lekker YouTube voetbal bij kijken. Maar tussendoor ga ik wel even deze uitzetten. Die lucht. Want ik ga niet voor niks aan laten staan. Ik heb de hele tijd getikt. Ik vind het geen flauw idee. Maar oké, het zal wel. Dus ik ga even lekker deze opwarmen. En dan lekker voetbal bij kijken. En ja, wat heb ik trouwens echt ongelooflijk ook veel zin in. Special Media Award. En ik kan gewoon niet wachten om nu al te zitten. Het is wel heel anders dan normaal. Veel en veel anders. Wat ik trouwens ook niet heb verteld is. Begin november ga ik van. Smiddags in de ochtend werken. En dan ga ik van houdbaar, dus heb hagelslag en zo, ga ik naar vers. En vers is bijvoorbeeld vleeswaren, gehakt, noem maar allemaal op. Ga ik nu daar vullen. Ik heb er ongelooflijk al veel zin in. Waarom heb ik er zin in? Het is wel lekker dadelijk. Dan kan ik lekker 's middags werken. Kan ik lekker ochtend werken plaats van 's middags. En daar kijk ik ongelooflijk veel naar uit. Even kijken waar ik deze uit ga halen. Hier zo. Kijk, dan gaan we even lekker in de magnetron gaan leggen. Deze is de prullenbak. En dan moet ik alleen die papiertje nog hebben. Want daar gaat dan een minuut nog op. Hoe lang die erin moet. Dus we gaan even gaan kijken. 180 en 15 minuten. Zo. En ga met die banaan, zeg ik dan tegen de oven. En dan ga ik lekker op wachten. En dan dadelijk lekker van smullen met YouTube de brei kijken. Of in revisie. Het is klaar, dus wat ga ik doen? Oh, dat gaat wel wat worden. Alle borden, alle bordjes. Nee, ik ga niet goed.
de camera even neerzetten. Ik ga even deze bord pakken. Want ik zie ze al nu al helemaal vallen, dus het gaat echt niks worden. Oh. Zo. En nog één bordje pakken maar. Hoppakee. Zo. Deze moet ik hebben. En dan ga ik ze even hierop zetten. Die eten. Zo. Hoppakee. Oh, dat is wel ongelooflijk warm. Maar ruiken wel ook ongelooflijk lekker. En dan even bestek erbij. Voetbal erbij. En dan voetbalcreme maar met YouTube erbij. Dan ga ik dat even doen. Dat doe ik echt heel vaak. Ik heb nooit eens gezegd dat ik ga dat en dat doen. Altijd anders doen. Maar okay. Maar ja, ik ga even hier lekker van smullen. Ik zit lekker voetbal te kijken. Een paar wedstrijden gekeken. En eigenlijk ook snel even wie is de mol gekeken. Oh, wat was dat spannend zeg. Wie is de mol? Ik had het niet verwacht. Want ik had alle punten die ik had. Want je hebt zo app ervoor om te stemmen wie jij denkt wie de mol is. Ik had letterlijk alle punten op Nicky gezet. Maar, wie is de mol? Wil je niet weten wie de mol is en je hebt nog niet gekeken? Scroll even verder, of je hebt wel gekeken. Maar, Jeroen was de mol! Ik heb al een hele aflevering zitten kijken. Het was leuk om te kijken. En nu ga ik lekker nog de wedstrijd kijken. Maar, doordat ik zit te kijken, komt af en toe een heel apart beest bij me zitten. Ja, jij. Echt, een ongelofelijke boefie. Elke keer als ik zit met aaien, geeft hij. Waar? Zoals jullie net hoorden. Ja, hè, jongen. Hè? En ik houd het helemaal bij de voetbalstand eigenlijk op mijn telefoon. Ik heb zo'n app dat ik het kan volgen. Dat vind ik altijd, ja, dat ben ik best zo'n type die het altijd blijft volgen. Dus. Maar ja, ik zit even te denken om even koffie te nemen of niet. Ik heb toch weekend. Dat is wel. Dus laten we dat even lekker maar doen. Lijkt me even lekker. Lekker bakje koffie. Ik heb toch weekend. Al is het over meer dan een kwartier, minder dan een kwartier al 11 uur. Laten we hem toch maar even lekker een bakje nemen. Oh wacht, ik ga even iets dicht doen. Zo, dat is opgelost. Gaan we toch even nog een bakje nemen. Dus, dat heb ik al even trek in. En waarom, voor de mensen die denken of vragen sturen, ga ik alvast antwoord geven waarom ik hier toch weer ben gaan vloggen. Ik heb best wel gemist. Maar ook de ene kant weer niet. Hè? Maar waarom ga je toch wel door? Nou, wat ik eigenlijk niet aan gemist heb is eigenlijk te bewerken. Ik vind de ene kant wel leuk te bewerken, maar aan de andere kant denk ik ook van kost tijd. Qua huis schoonmaken ervoor. Dus. En ik heb zitten denken, kan ik ook wat anders doen op YouTube? Maar dan denk ik van, hoe moet ik dat aanpakken? Moet ik alle hele kanaal zou ik dan gaan aanpassen? En daar zat ik ook niet echt op te wachten. Maar dan zou ik weer te denken, wel, zou ik het wel doen of zou ik het niet doen? Ik heb zulke dingen heb ik over na te denken of zou ik gewoon wat anders doen dan vloggen. Om wel YouTube te blijven doen, maar ja. YouTube kost eigenlijk gewoon, laten we zo zeggen, echt zoveel tijd en energie. Wat je eigenlijk in moet steken, wat eigenlijk niet te bevatten is. En ik denk dat jullie in ieder geval wel leuk vinden dat ik weer doorga met YouTube. Misschien sommigen wel, sommigen niet. Maar ik in ieder geval, ja, ik weet niet. Ik vind het leuk om te vloggen. Maar wat erbij komt kijken vind ik het eigenlijk wat minder. Dat moet ik gewoon eerlijk zeggen. Het is ongelooflijk. Of mensen hebben. Dat mensen naar me toe komen, of dat vind ik ook wel leuk. Of wat dan ook. Want ik ken nog steeds mensen die eigenlijk mijn naam noemen. Of ook mijn YouTube kanaal hebben. Wanneer ga je beginnen? En of er weer een video online is. Dan denk ik van, dan merk ik wel, oké, niet iedereen kijkt. Nou, oké. Weet je, dat is zijn ding. Maar dat mensen wel weten. Wanneer ik ga uploaden, dan weten wel sommige meer mensen wel. Maar sommigen hadden ook weer niet door dat ik niet meer deed volgens mij. Dat had ik ook wel vermoeden. Maar ja, dat vond ik eigenlijk wel grappig in de kant, maar ik ben er weer back. Dat is in ieder geval wat ik kan zeggen.
En jij gaat even meer terug erin. Zo. Oh, lekker bakje koffie. En lekker YouTube voetbal kijken. En Ganya die zit te mouwen. Oh, dat is lekker eigenlijk. Want het is vooral lekker eigenlijk als ik wakker word. Dat vind ik lekker zat er is. En ik zit nog steeds helemaal te volgen de wedstrijd. Want ik zie weer aanpassingen. Die aanpassingen ga ik even ook doen. Hey, wat zit jij weer te mouwen? Hey. Hey, jongetje toch. Hey. Er is helemaal niks voor nodig te mouwen, hè? Die loopt helemaal ook achter me aan, letterlijk. Oh, grappig. In de stand zijn allemaal knuffels. Lol. Maar ja, ik ga even kijken of mijn camera even wil blijven staan. Want ik wil even kijken waar ik gebleven was met de wissels voorbeeld. Want het staat al 4-0 van de Heerenveen. Ah, daar was ik. Oké. Dus ga ik dat even ook nu afmaken. Laten we dat even doen. Eigenlijk voor mij is het nu ook dat ik dadelijk lekker langer kan slapen. Voor mij is het nu zaterdag. En vandaag voor mij gaat de tijd... Voor mij gaat het om 3 uur of 2 uur beginnen. Dat weet ik niet meer. Laten we weten ergens wat het wordt. Dat was. Nou, dat gewoon sowieso in de gaten houden. Zometeen. Maar ik ga alvast lekker een rolgordijn even dicht doen. Klaarmaken om lekker een bedje in te gaan. En elke keer als ik deze naar beneden doe, blijft hij daar hangen. Dat is nu last even al door de brullenbak. Nou ja, ik ga nu even klaarmaken lekker een bedje in te gaan. Morgen weer een dag. Morgen weer een superleuke dag. Feyenoord. RKC Feyenoord ga ik lekker kijken. Lekker met muziekje nu ook aan. En dan ga ik nu even lekker kijken. En dan klaarmaken, lekker mijn bedje in. Gaan nog een beetje YouTube kijken. En dan ga ik in mijn bed in. Ik heb wel een leuke dag gehad. Morgen ben ik wel benieuwd wat het gaat worden. Want ik zag van Facebook bij komen natuurlijk. Dat Feyenoord heel vaak gelijk heb gespeeld tegen RKC. En dan denk ik van wauw, hoe kan dat nou gebeuren eigenlijk? Best wel zondags. Ik hoop niet dat deze keer wel gaat gebeuren. Want als het zou gebeuren, ga ik even kijken waar Feyenoord dan kan staan als andere clubs winnen. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Voor mensen die hier weten, of waar ben je niet van voetbal, excuses voor, maar ik ben echt volop voetbalfan. Ik kan gewoon echt ongelooflijk van genieten om voetbal te kijken. En ik heb dat heel lang dat gemist. En ik denk van, eindelijk voetbal. Ik kan ervan genieten om naar te kijken. Even kijken hoor. Want als Feyenoord zou verliezen, waar zou Feyenoord staan? Want Feyenoord staat tot nu toe vijfde. Als Feyenoord wint, komt Feyenoord tweede te staan. Maar ligt eraan dat PSV en Heerenveen gaan doen. Want die hebben 13 punten en als Feyenoord wint hebben ze 14 punten. Dus komen ze zo in een race te staan met Ajax. Dat zou wel heel mooi zijn. Oké. Ik ben een type die eigenlijk van Ajax gewoon niet zo zou zeggen noemt. Ik noem dat 0-20, maar weet je, ja, dat is gewoon iedereen zijn eigen. Ik ga nu lekker een beetje in. Lekker muziekje luisteren en YouTube krijgen en dan lekker een beetje in. Dus nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog leuk? Doe zo even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik hierbij, laters! Morgen volg me 1 uur. Ik heb nu goed nieuws. Ik kom weer terug. Ja, ik heb alles weer herpakken. En voor mensen die denken vooral van vragen hebben, hoe zit je met rijden? Theorie, weer rijles, gaat het redelijk.